staat hier vol met vervuilende auto's op het Schravenhof. En 50 meter verder zijn ze actie aan het voeren voor het milieu. De actiegroep Grootouders voor het Klimaat is naar Zutphen afgereisd. There was a time the air was clean and you could see forever across the plains. Er zijn zorgen om de gevolgen van de klimaatverandering. De aarde is ontzettend aan het opwarmen. IJskappen smelten, bossen worden gekapt, waardoor overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Mensen worden gedwongen daardoor te verhuizen en naar andere woonplekken te zoeken. Misschien zijn jullie ook een klein beetje die oorzaak van die klimaatverandering. Nou, we zijn minstens onderdeel van het probleem. Dat zeker. Het is natuurlijk al een aantal honderden jaren gaande dat wij niet goed hebben opgelet op hoe we gebruik maken van de aarde. De lokale politiek kan heel veel doen aan het klimaat, want we zijn met elkaar bezig. Dus het is niet zo dat het alleen de politiek daarmee bezig is. Maar Zutphen bestaat uit 50.000 inwoners. Die 50.000 inwoners kunnen het verschil gaan maken. En dat doen we al. Maar is het geen druppel op een gloeiende plaat om bijvoorbeeld elektrisch te gaan rijden of zonnepanelen op het dak te leggen? Ja, als we dat allemaal denken in de wereld, dan is dat ook zo. En dan kunnen we beter wachten totdat we 4, 5 graden warme klimaat hebben. Dus ik geloof niet in die gedachte dat je stil moet gaan zitten omdat het toch allemaal geen zin heeft. U heeft uw kleinkind naast u staan. Snapt ze al een beetje wat er gaande is of is het nog ingewikkeld? Ik denk een beetje wel. In grote lijnen. Ik snap het wel. Je snapt het wel, pardon. Er worden heel veel bomen gekapt en zo. En als de een dier uitsterft, heeft dat ook heel veel gevolgen voor de andere dieren. Er zijn een hoop mensen die hier dan langs rijden en denken, oh, ze hebben wel een punt, maar ze stappen morgen wel weer in hun dikke diesel. Dat valt niet te voorkomen, toch? Nou ja, je kan hem inruilen. Wij hadden ook een diesel en wij hebben hem ingeruild. Bent u op de fiets gekomen hier naartoe? Ja, daar staat hij. Ik reis daar waar ik kan met de trein. En in onze eigen gemeente ga ik altijd met mijn eigen fiets.